Hervé, niet de avond die je van tevoren had verwacht? Nee, zeker niet. Wat vond je vanzelf van de wedstrijd? Ik denk eerste helft wel een goede wedstrijd, of ja, goede partij van ons. Tweede helft zijn we geklopt op de counter en op details. Ik denk eerste goal, om goal ongelukkig. Op de counter. En de tweede goal, ja, veel te makkelijk. Centraal verdediger driepen bijna heel het veld over en schiet dan mooi binnen. Dat kan niet. Want zeker op dat moment had ik het gevoel in ieder geval dat ADO flink aan het drukken was en dat eerder de 1-1 op het scorebord zou moeten verdwijnen. Ja, ik had ook wel die indruk. We waren goed aan het drukken en kwamen via de flanken met een paar goede voorzetten eruit. En dan worden we geklopt op de counter, maar ik zeg het, die tweede goal is veel te makkelijk. Dat kan niet. En nu 3 uitwedstrijden op het programma. Vol goede moed op weg naar Sparta Nijkerk. Ja, sowieso. Kijk, de beker is voor ons ook een nieuwe uitdaging, dus moeten we ook zo ver mogelijk zien te komen. En kijk, hoofd omhoog en dinsdag gaan we opnieuw.